Kijk aan, kijk aan. Hij wordt binnengereden bij Rap My Ride. Nee, we gaan gewoon. Dat is niet te doen. What the fuck, jongen, niet te doen. Kijk, hier hebben we dan de enige Amerikaan die vandaag meerijdt. Oh. En je ziet hem gelijk zijwaarts gaan, hè? Zo, jongens. Daar gaat mijn ride voor vandaag. Komen jullie mij weer ophalen? Even een berichtje sturen naar Eco Car Cleaners. Ja, wordt wel tijd, hè? Dit kan inderdaad wel een poetsbeurtje gebruiken. Even Gert-Jan een bericht sturen. Ja, vind je leuk? Gaan we poetsen? Kom wel goed. Nee, maar dit, jongens, wordt mijn ride voor vandaag. Want ik ga even de GTR wegbrengen. Ik laat jullie zo meteen ook zien waar naartoe. Maar niet zonder eerst de auto even te poetsen. Want hij is mijn partij wel niet normaal. Ik had natuurlijk beloofd de auto eerst even grondig te poetsen in de vorige vlog. Want ik ga hem wegbrengen. En ik had diegene beloofd dat ik hem zou poetsen. Want tot nu toe heb ik de auto nog nooit gepoetst daar weggebracht. En ja, belofte maakt schuld. Dus dat weer. Zo, jongens, eenmaal aangekomen op locatie rijden ze net even dit juweeltje eventjes van de trailer af. Nou, dat moet ik dan toch wel eventjes aan jullie laten zien, toch? Dit is gaaf. En je hoort hem niet. Hij is gewoon helemaal stil. Gewoon elektrisch. En kan je al wel verklappen, komen echt wel leuke veranderingen aan op deze auto. Niet alleen een wrap. Dus, goh, wat een bakkie, joh. Kijk, dat neusje, dat kontje, de binnenkant is mooi. Het is altijd heerlijk om even naar een nieuwe auto te kijken. Maar daar zijn we hier niet voor. Dus, waar zijn we hier wel voor? Kijk aan, kijk aan. Hij wordt binnengereden bij Wrap My Ride. Dus... gaat het gebeuren, jongens? Ja, het gaat gebeuren. Er komt een wrap op deze auto. Door niemand minder dan Wrap My Ride. Ik kan daar niet meer terug. Ik heb nu de sleutel. Nou, heb je de sleutel. Die geef je niet meer terug, zeker? Ja, over 3 weken. Ah, dat is snel, hè? Misschien 4. Nee, want dan redden we het niet. Ik heb een hele strakke deadline gekregen. Ja, dit wordt gewoon overnight doorgaan. Minimaal. En dat doe je wel, hè? Ik had nog een idee last minute en dat is zo leuk, want je kunt gewoon met ideeën aankomen en daar wordt mee gespeeld en doorgeborduurd en uiteindelijk komt het beste idee. Zo zijn we ook tot deze wrap gekomen. Ik moet zeggen dat de auto wordt gewrapt, maar waarschijnlijk in de toekomst, als je eenmaal het virus hebt, wordt hij nog een keer gewrapt. Dus dat komt ook wel goed. Maar het proces van wrappen, hoe gaat dat? Want je begint met een design, een idee. Je begint eerst leuk met van joh, hey, les, gaan we wat leuks doen. Ja. En dan krijg je een ja of een nee. Ja. Nee, maar heel simpel, een autootje mat zwart, mat geel, mat groen, een kleurtje is saai. Ja. Doe er heel veel, ik wil opvallen, ik wil gekke dingen doen. Ja, dan ga je naar het voetballer, dan ga je naar het design, dan ga je uitspelen. Full livery en dan, merk, whatever, ja, maakt niet uit. Als dit, die vraagt wel aandacht, die vraagt om net wat meer als de rest. En dan ga je brainstormen, dan kom je met ideeën, dan doe je gekke schoenen aan en dan gaan we daarop baseren. Ja, want daar is het wel enigszins op gebaseerd. Dus, het zijn ze weer, het zijn ze weer. Ik heb ze weer aangedaan vandaag, maar ik ga het jullie niet laten zien. Maar dan begin je natuurlijk met een design. Ik bedoel, een schoen is één ding, of in ieder geval een thema is één ding. Dan moet het natuurlijk verder doorgewerkt worden, doorgeborduurd worden, klaargemaakt worden. Mm-hmm. Ja, dan ga je brainstormen. Dus dan werk ik heel nauw samen met Christian, het Fanny Pitchy Design. En die kunnen jullie ook volgen op Instagram, ik zal de link onderin zetten. Ja. Nou, dan komt hij met een paar ideeën. Mm-hmm. Het eerste wat Leslie zegt, nee, is het niet. Ik mis wat. Maar juist omdat we een nee kregen of een ja krijgen, ja, kan je verder borduren. Want als alles goed is, dan... ja, dan ga je door. Ja. Ja, en Frank die stopt nooit. Hè. Die stuurt gewoon s'avonds om 10 uur nog gewoon een appje van... oh, ik heb nog wat aangepast. Zo gaat dat dus. Maar het is iedere keer steeds gaver en gaver en gaver. Ja, dus, ja, ja. Sterker nog, als wij zeggen het is goed... gaat hij nog door. Dan gaat hij nog door. Ja, dat betreft is het ook echt wel een kerel dat je zegt van... oké, die zit echt niet stil en die gaat maar door met zijn ideeën in zijn hoofd. Kun je niet... ja, dat kun je niet voorstellen eigenlijk. Hè. Dus ja, wel heel gaaf. Nee, we moeten even terugkomen op het design. Ja, als het natuurlijk het design gemaakt is, het is goedgekeurd door jou. Dan beginnen we met een proefprint. Dat gaan we niet laten zien. Nee. Je hebt hem wel gezien. Ik heb hem gezien. Die proefprints die maken we op witte folie, metallic folie, een paar opties. Want ja, alles 2D zien op een schermpje is leuk. Mm-hmm. Alleen je wilt natuurlijk het echt zien, ruiken, voelen, aanraken. Dus vandaar dat we dat op verschillende soorten basis doen. Ja. Nou, dat wordt gelamineerd in het mat, glanzend satijn. Ik ga natuurlijk pushen wat ik zelf het mooiste vind. Doe, ja, je hebt een beetje wat te zeggen. Ja, maar... ja, ja. Maar je hebt niet veel te zeggen, hoor. Nee, alles is mogelijk uiteindelijk. Maar ja, dat proces, het gaat wel weken, zeker maanden overheen, toch? Eigenlijk wel. Het is niet dat ik jou vandaag wel veel morgen ga beginnen. Nee, er zit inderdaad echt design, testprints. Vervolgens, ieder gedeelte van deze auto wordt met een millimeter opgemeten. Ja. Dit is geen standaard GTR. Dus het is niet dat ik vandaag een benadering van een GTR download.
Ja. En ik ben klaar. Nee, dat werkt hier niet. Nee. Dus daar zit gewoon tijd in. Daar zit tijd in, daar zit moeite in, daar zit afwerking in. Daar zit heel veel logisch nadenken in. Ja. Het eerste wat ik gedaan heb, onder andere een motorkrak in het rol, is gewoon puur wat kan met de folie. Even kijken wat de mogelijkheid was voor Instagram natuurlijk iedereen gek te maken. Maar gewoon ook eigenlijk als test van, gaat het op die GTR ook goed komen? Ik kan wel een idee hebben, alleen als het niet kan, dan zijn we heel snel op uitgepraat. Klopt. Dan moeten we dat gaan doen. Dus ook heel vaak rap ik een stukje wat niemand gaat zien. Ja. Ja, dat komt in mijn telefoon, dat gaat in het archief, dat deel ik met Christian en met in dit geval jou. Ja. En dat is het dan. Alleen, dat is allemaal het proces om het naar een geslaagd product te krijgen. Ja, nou, wel gaaf hoor. En nou het rappen zelf, want je haalt de halve auto uit elkaar. Je moet natuurlijk de meest gekke tafereelen doen, want je hoopt geen IKEA schroefjes over te houden. Nee, en voordeel, IKEA gaat nog. IKEA mag niet bijhalen. Maar ja, goed, het is wat het is. We gaan beginnen. Ik ben heel benieuwd. Het gaat heel vet worden. Het enige nadeel is, jij kan dus aankomende 3 weken niet vloggen over deze auto. Nee, klopt. Dus ik heb al wel wat andere ideeën die jullie te zien gaan krijgen. Ja. Maar ook dat komt goed. Ik hou jullie gewoon altijd op de hoogte van alles wat leuk is en het toe doet. Hart voor de auto's. Daar gaan we de auto onthullen. Maar ook bij de GR8. Dus we hebben een Nederlandse en een Belgische onthulling. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Voor de GR8 trouwens ga ik kaarten weggeven. Dus hou mijn Instagram in de gaten. Want ik ga entreekaartjes voor de GR8 weggeven. Dan worden we totaal zinnelijker natuurlijk. Want jij kan winnen. Dus dat wordt gaaf. Ja. Dat gaan we doen. Heb ik verder nog iets? Over de web niet. Maar wat ik jullie wel even wil laten zien. Jullie hebben allemaal de thumbnail gezien. Het is helaas waar. Het is nog nooit in mijn leven gebeurd zo ongeveer. Maar ik heb velgschade gereden. En niet zo'n klein beetje ook. Wat gebeurde er? Er was een beetje nat wegdek gisteren. Staan aan de stoplichten naast de andere auto. Trek hem op laag vermogen voorgas weg. Maar dan nog, dan danst hij natuurlijk een beetje. Lekker lawaaitje buiten. Maar dan danst die auto een beetje. Ik zat op de weg. Er zat een berm naast. Maar ik had niet door dat daar een stoeprandje lag. Tussen die twee. En ja, goed, die auto die danst een beetje. En die tikt zomaar net zo met rechtsachter de stoeprand aan. Ik heb het al met een veelstift zwart gemaakt. Maar hier is die dus helemaal beschadigd. En daar tot aan... Daar. Kortom, heel de velgrand is gewoon jammer. Maar dat is niet erg, niet getreurd. Komen andere velgen met de tijd onder deze auto. Gaat ook nog heel even duren, maar het komt eraan. En het mooie is dat deze velgen dan gewoon lekker naar de velgendokter toe kunnen. Worden 100% gerenoveerd. En ik ga ze verkopen. Dus mocht jij die velgen willen hebben, dan zou je minimaal een GTR moeten hebben. Anders past het niet. Maar ze kunnen dus ook onder een standaard body GTR. Daar heb ik ook nog wel een foto van. Die zal ik nu in beeld gooien. Dat is dus hoe dat hij er dan uit komt te zien. Op een oranje GTR. Maar de koper kan dan zelf ook de kleur bepalen. Want voordat ik de velgen ga ophalen, moeten ze toch nog in kleur gespoten worden. Dus dit is eventjes gewoon een shout-out voor degene die een GTR rijdt. En gewoon graag deze velgen wil kopen. Het kan. Neem contact op met mij. Nou ja, goed. Ik ga jou de hand schudden. Ik ben heel benieuwd. En ik ga sowieso van de week nog eventjes lekker langskomen bij jou. Komt helemaal goed. Gaan we het mooiste maken, jongen. En zo staat in één keer de taxi voor mij klaar. Daar zijn we dan. Wee! Zo, en van de ene Uber in de volgende Uber. Waar zit ik in? 812 Superfast. Welkom in de vlog. Nu is nog in de vlog, jongens. Automatisch. Jullie kennen hem allemaal wel. Vandaag gaan wij rijden naar... Mark Hoekenhuis. Streetgasm. Heb je er al zin in? Ben je uitgeslapen? Valt mee, maar ik zit in deze auto, dus ik ben heel erg wakker. Zoals je kan zien, mijn ogen staan heel erg open. Het is slecht weer, het wegdek is niet te vertrouwen. Nee, dit is echt gewoon, het is echt nat. Ik zal je vertellen, jongens, wij stonden net voor de stoplichten. Wij rijden gewoon weg, hij geeft geen gas. Gewoon wielspin op die achterkant. Dat is niet normaal. Kontje, dit is zo'n vette wagen. Oh, ik zal even zo meteen ook onder de vlog even laten weten. We hebben al eerder een keertje bij Streetgasm ook toevallig. Daar heb ik ook al mee gereden. En die vlog moet je ook even zien. Die auto is echt te gek. Nu is het een beetje nat op het wegdek. Toen was het droog op het wegdek en konden we best wel gek doen. Nu is het echt opletten, maat. Ja, dit is gewoon... zeker. Ja, het is gevaarlijk. Maar jongens, ik ga jullie op de hoogte houden. Dus geniet met mij mee. Vandaag is Streetgasm en vandaag wordt weer goud. Tony Schneideken, Roestam in de vlog. Altijd gezellig, peace, automatisch. Guys. We hebben nog een auto bij. Ja, dit is mooi. Niet normaal! Kijk, die is gewoon lekker! Dit is ook niet normaal hoor, dit. Echt bizar. Ja, de kan blijft speciaal. Voor mij is echt zo'n auto die je gewoon nooit wil wegdoen van je leven. Het is altijd wel goed. Klopt. Het enige probleem is, een tunnel, dan kan je beter uitzetten. Als deze in de tunnel is, dan kan je beter uitzetten. Dat is schandalig, maar... Voor de rest zit ze op een andere niveau geluid die kan. Dat is gewoon niet normaal. Wat gaan we doen? We zijn bij de startlocatie. Ja, we gaan launchen. Alleen er komt mijn auto aan, dus we moeten even rustig aan doen. Even chillen.
Oh, de hondje, man. Oh. Sorry, sorry. We mogen wegtrekken, toch? Vind je niet erg, hè? Zie je, we mogen. Oké. Okay. Ik weet niet hoe ver ik ga, maar we gaan... Nee, we gaan door. What the fuck, jongen, niet te doen. Lekker, hè? Hij is gevaarlijk, hè, die auto. Ja, niet maar normaal. Daarom heel voorzichtig, onder controle. Inderdaad, inderdaad. Dat doe je goed. Ik was geen moment bang, jongens. Nou, weet je, als je de gas niet te veel loslaat en wel weer aftapt, zet dan is het goed, terug. Inderdaad. Dan zet maar je moet het echt vaker gedaan. Maar je moet hem niet in blijven trappen, want je gaat hij los. Hij wil er los, man. Ja, dat is dik, hè. Kijk hier ook, jongens. Dus ja, ze vraagt of hij wil zwaaien. Heerlijk. Maar, zo jongens, we zijn op startlokaal. Ze kunnen eindelijk gaan chappen. Ik heb honger. Oh, niet normaal. Geloof me, hier staan echt lekker een aantal auto's. Niet normaal. Goede opkomst. Eerste rit van het jaar, denk ik. Kijk eens jongens, nog steeds. Allemaal mensen, mensen, mensen. Yes. Het is druk. Heerlijk. Dit is weer shenanigan. Heerlijk. Oh, hier doen we het voor, hè? Sowieso. Heerlijk, heerlijk. En spin. Niet normaal, je moet gewoon vroeg schakelen. Dat ding spint alle kanten uit anders. Ja, dat is echt niet meer dan wat ik net deed. Loud. Ja, maar het blijft wel gaaf. Zo gaaf. Kippenvel. Dit is wel een lekkere weg, maat. Ja, sowieso. Nee, dat is het. Gewoon echt. We zitten dus gewoon met een klein beetje regen in die auto. En Loes probeert echt wel gas te geven, maar het is gewoon niet te doen. Bizar. Ja, het is echt gewoon... Wat een bak hier. We rijden niet hard. Ja. Het is gewoon met de eerste beste terugschakeling, te ver toeren. Ja, jij voelt hem, hè? Ja, ik voel hem. Ja, ik voel het niet eens. Maar ik voel geen grip. Bizar, hè. Zijn we dan? Tweede keer voor vandaag. We zien John. Maar het is niet dat hij leeg is, het is gewoon even aanvullen. Ja, we hebben niet te veel. Even de disposable aanvullen. Ja. Die carbon ook allemaal, hè. Ik vind het zo vet. Niet normaal. En het is weer lekker aan het regenen. Dus ja, oh, en midden in de regen sta ik dan gewoon voor jullie even die auto's te filmen. Ja, toch? Hoe dik is dit? Niet normaal. Zo lekker. Het volgende groepje komt eraan. Inderdaad wel wat je zegt, het is best veel Porsche. Oh, vet man. Kijk. Hopla, GTR. Dat was toch wel vet eigenlijk. Ja, die was wel goed. Zo, na een beetje heel erg veel koud wegdekken en dus slippen met die Ferrari. Zijn we aangekomen de tussenlocatie van GPS en er rijdt echt van alles mee. Hier hebben we die Bentley die straks ook voorbij kwam. Ik zag net ook al 650 LT voorbij komen. Kijk, kijk, kijk. Wait. Dit is ook zo lekker, hè. Mooie combinatie zo, dat donkere kleurtje zo met die tweedelig of driedelig misschien wel vellig ronden. Heerlijk. Ik zal even laten zien waar wij mee zijn. Het is wel, even zonder gein, maar het meest kleurrijke van heel dit rijtje. Toch? Ja, allemaal grijs, donker. Helemaal achteraan nog wel een witte natuurlijk. Daar staat wel een groene, maar dat is bijna niet herkenbaar als groen. Daarom moet die van jou ertussen staan. Ja, knaloranje. Jou moet wel met geel, is oranje. Oké. Als je stilstaat willen we allemaal natuurlijk een kleine ref horen, hè. Kleine ref moet kunnen. Wat een bak, hè jongens. Ik vind het zo dik. Ongekend. Kijk jongens, gewoon active roof scoop op dat ding. Oh. Hey, die voel je? Ja, zo. Jeetje, hoort hem, man. Niet normaal. Dat is echt bizar. Wat een ding, man. Dit is toch fantastisch? Ik vind het super dik, man. Dank je. Dank je wel, man. Echt heel gaaf. We staan hier op een locatie. Dit is een echt onwijs groot hotel volgens mij. Ik vind het gewoon prachtig. Dan kom je zo binnen, mega grote lobby.
Ondertussen loop je dan gewoon rond, hier zo'n zelfservice dingetje. De balie, daar zijn we met z'n allen gewoon lekker een drankje aan doen. Kijk hier joh, dit is gewoon een lobby. Super gaaf design, lampen aan het plafond. Super gaaf met die potten zo. Daar nog een aparte, ik denk dat dat lunch of zo, dinergelegenheid is hier. Ik heb nog niet helemaal volledig rondgelopen, wat dan ook. Ik loop nou ook weer heel eventjes naar buiten toe, want ik heb de jas aan, want het is buiten koud. Ja jongens, ik loop natuurlijk niet zomaar naar buiten, want ik wil jullie heel even nog laten zien wat er zo links en rechts hier staat van RS4 tot GT3 RS, tot R8. Deze trouwens ook wel super vet. Ik vind altijd deze vleugel zo knijtervet. Moet je kijken jongens, dit is toch gaaf. Heel gaaf. Daar nog een V10. Kijk eens hier. 27S, nog een 27S, nog een R8. Kortom jongens, dit is hier echt gewoon bizar qua auto's wat hier staat. Helemaal vol ermee. Urus. Toch deze Techhard in het groen. Ook zo super knijtervet. De ene McLaren na de andere McLaren. Een van de weinige Amerikanen die meerijdt. Kijk hier jongens. Deze Mustang. Heel gaaf. Toch heerlijk om zo even tussen al deze auto's rond te lopen. En even gewoon te kijken. Heerlijk zeg. Nou ben ik wel redelijk aan het einde. Volgens mij daar een stukje verderop staan ook nog auto's. En er staat natuurlijk dat stukje nog waar wij geparkeerd staan, dus dat hebben jullie al gezien. En het is zover, we gaan weer vertrekken vanaf de tussenlocatie. Nou is het zo dat wij niet vooraan willen rijden. Maar wat wij dan weer gaaf vinden is natuurlijk om alle auto's te zien vertrekken. En dat wil ik natuurlijk even op beeld zetten voor jullie. Die was raak, de onderkant. GT3, heerlijk. Hey. Lekker hoor. Hopla. Carrera 4S die je net hoort ronken. Heerlijk. Wow. M5, blijft ook dik. Zo, dit is klasse hè jongens. En zijn kofferbak zit dicht. Ja, die zit dicht. kijk. Rustig, ja. Yeah. Pininfarina, Ferrari. Launch control, launch control. What do you do for a living? What do you do for a living? Kijk jongens. Hij lift hem of hij lift hem. Heeft hij hem gelift? Ja, hij heeft gelift. Absoluut. Lamborghini en dan hebben we hier de R8 V10. Hier staan, moet iets verderop. Nee joh, hier is dus leuk. Hopla. Lekker hè, nou die heeft geen moeite met dat drempeltje. Q3, heerlijk. RS Q3, kijk dit was even een onderkantje, maar dat maakt niet uit. Kunnen die auto's allemaal makkelijk hebben. Hopla, al die auto's zijn een beetje vies geworden. Dat is best wel... Wow, best wel slecht weer wou ik zeggen, maar dat kon je bijna niet horen. RS6, kijk, McLaren, de 27S, ik vind dat paars wel heel erg mooi hoor. Echt vet kleur. Kijk. Er zit ook een geluidje. Oh, heerlijk. Echt hè. Hop, dakje eraf, want als het kan gaat het dak eraf. Ook op feestjes. Ook vet hè, jezus. Hopla, GT4. Hier, Maserati Trofeo. Heerlijk. Gran Turismo. Ferrari. En nog een Ferrari. Mooi met de groene verder zo. Heerlijk. Hey, slecht. Hey hè. Hey. Kijk. Bam, bam, bam. Heerlijk. Ik mis hem nu al. Ja, ik mis hem. Kijk, je zag het. Nee, ik was bijna aan het huilen. Wow, heerlijk. Ik was bijna aan het huilen. Je zag een traantje bij mij. Ik mis mijn auto. Echt erg dit. Kijk, hier hebben we dan de enige Amerikaan die vandaag meerijdt. Wow. En je ziet hem gelijk zijwaarts gaan, hè? Die kenteken is voor jou, maat. Ja, man. Zie mij. Zie je GTR op staan. Mooi kenteken. Kijk. Oh, wat een pak, jongens. Ja, die Audi die hoor je dan gelijk bijna niet meer. F12 Capisto, jongens. Heerlijk. Vet, hè? Weer een M5. Ook zo lekker. Techhard, dat kleurtje is gaaf. Heerlijk toch? Refos, mag je niet last. Vet hè? Kijk, 600 LT.
heerlijk zo, die uitlaat er bovenop. Mooi. Kijk, McLaren Twins in de house. Met de vlammenwerper. Als je nog niet gezien hebt, kijk even op hun Insta-account. Ah, RS6 erachter. Heerlijk. Wow, mooi hoor. 9-11 Carrera, jongens. Heerlijk. Volgens mij was dit het. De show is over. We gaan weer rijden. Komt hij dan, jongens? Een kleine lawaaitje. Blijft toch lekker? Dat is niet normaal. Hier doen we het voor, hè? Wat een geluidje, hè? Ik snap jou. Het is echt bizar. Hoor je dat? Nergens heeft hij grip, hè? Natuurlijk niet. Het is gewoon niet te doen, nu. De Lambo gaat ook gestart worden. Toch, hè, jongens? Dit klinkt toch ook, hè? Dit is toch lekker? Wow. Woehoe! Gewoon meer grip, hè? Ja, die Ferrari die was niet zo snel weg. Ja, maar dat is ook wat de Huracan is. Hè? Er is echt meer grip natuurlijk. Ja. Vier banden die draaien. Niet normaal, wat een verschil. Neutje! Ja, wow. Hey, hoor hem klapperen. Oh, niet normaal, niet normaal. Oh, heerlijk, heerlijk. Oh, mijn oren, echt waar. Hopla, we gaan weer lekker het snelweggetje op. Gaan we ervoor of gaan we er niet voor? Het is nat wegdek, dus... 30%. Ja, dat is niet normaal. Komt-ie, we gaan proberen weg te rijden. Ik moet concentreren, ik ga het doen. Ja. Ik moet wegkomen. Ik heb mijn voet van de pedaal afgehaald. Hij heeft niet eens vol gas, jongens. Dit gaat echt lekker. Gewoon zo met die kracht, 840 pk in één keer weg in deze koude de achterwielen. Ja, het lukt gewoon niet. Even duidelijk op de achterwielen. Niet eens voorwielen erbij. Lekker hoor. Zo lekker dit. We zijn er klaar voor, of niet? We hebben de 360 op die auto zitten. 360 op deze auto is even niet gelukt. Onze mounts werken niet helemaal. We hebben nog wel binnen zitten. We hebben hier een camera. We gaan gewoon footage filmen. Kijk jongens, dit is toch vet. Ja, ja, ja. Zo, we komen aan bij Cave Cars. Vergeet niet, ik zal even een ietsje boven een beeld zetten. Dan kun je die vlog ook zien samen met Tristan Jones. Was ook Toto Shenanigan, super gaaf. Maar we komen er nou weer aan. Deze keer met Street Desm, eindlocatie Cave Cars. Super gaaf, kom er gewoon nog een keertje. Ondertussen wordt er hier gereft door een of andere luide Lamborghini. Ik weet ook niet hoor, wat een guy. Doe je het er niet? Is een Lamborghini. En die Lamborghini, die Lamborghini. En wij zitten in die Ferrari, die Ferrari. Lekker. Lekker. Wat een mensen, jongens. Wat een mensen. Heerlijk. De man. Lekker.
lekker. Kijk hem gaan. Op, op, op. Heerlijk. Dit is dikkelijk. Bizar. Hopla, aangekomen eindlocatie. Kingfish, we kennen het nog wel. Nogmaals. En kijk, lekker ritje zo. Lekker hè? Ja man. Ik hoor hem niet. Ik hoor hem niet. Doet hij het? Lekker man, lekker man. Zo, ook deze hebben we even geparkeerd hier zo. En klinkt zo lekker hè, tegen die muren. Ik hou dit ook niet meer vol. Echt, mijn oren, als ik zo krachtig ben, hoor ik niks meer. Bizar. Zo jongens, ik heb één voordeel, ik hoef niet te rijden. Kijk wat hier ligt. Bizar. Gewoon een bike ligt, helemaal bezet. Echt super vet. Er zitten echt wel lekker spullen. Ik kan je vertellen, ik was hier natuurlijk ook al een tijdje geleden. Nu stap ik binnen en het ziet er alweer heel anders uit. Ongekend. Hoe gezellig druk dat het hier nou is. Dat was er ook niet. Dat was niet maar met een paar man. Maar alles anders. Hier stond toen op een gegeven moment gewoon die Ferrari Formule 1 wagen. Staat er niet meer. Maar er staat wel een hele dikke boot binnen ineens. Dit is gewoon zo bizar hoe dat het hier allemaal verandert. Gewoon in een paar weken tijd. Dat was echt een maand geleden nog. Hier is natuurlijk vanwege streetgassen. Er zijn hier ook nog andere winkeltjes binnen. Dus jullie zagen net al het klokkie. Hier heb je allemaal brillen en dat soort dingen. Er staat hier ineens een race simulator binnen. Kortom, het is allemaal super gaaf wat hier allemaal binnen staat. Extra is weggezet. Dus we gaan eens even kijken wat er hiernaast. Waar ik vorige keer was, was het heel rustig en dan stond er hier die Lincoln Continental binnen. Oh, die staat er nog steeds. Dus, oh, hier is wel wat drukker geworden met auto's ook als de laatste keer. Kijk, hij staat er nog steeds, 6 meter lang. Hopla, dat is toch wel gaaf. Leuk om hier zo gewoon nog eens een keertje weer rond te lopen. En gewoon eventjes rustig zo om me heen te filmen, dat jullie het ook kunnen zien. We hebben allerlei lekkers achter. We hebben weer allemaal lekker eten. Dus we hebben bavet, kip, grote garnalen. En een hele hoop andere lekkere dingen eraan. Geniet ervan, maak een hele fijne avond. Bij de cave hebben we goed eten en ze hebben een speciale buffet voor ons hier weg. Twee delen buffet, allebei hetzelfde, maakt niet uit. Het is gewoon zonnegein, lekker. Wij gaan even een bordje scheppen, wij gaan genieten. Dus zie je zo meteen weer. Jongens, ik moet even rennen. Ik was even gedacht zeggen tegen iedereen. En nu ben ik zo ongeveer een kwartier te laat. Dus iedereen staat hier te wachten op mij. Kijk, hup, al gestart. Ik moet nog even meerijden. Het was zo, als jullie zien, gewoon weer... Ouderwets gezellig met streetgasm. Dus wij gaan instappen, we gaan langzaam maar eens rijden. Gaan we weer. Het is vertrekken bij streetgasm. Het klinkt weer goed, hè? Heerlijk, joh. Ik zit met mijn hoofd echt 6 keer tegen die hoofdzeug aan. Niet normaal. Lekker, joh, lekker. Lekker, lekker. Ook echt vet. Hè? Vet, hè? Dit is toch goud? Wow, niet normaal, hè? Maar dit is een fijne. Zeg je dat ook, kontje los, maar fijn. Ja, dat is gewoon lekker. Dit is lekker. Is ja, gewoon dit is veilig. Spelen. Maar ik weet niet of jullie het kunnen zien, jongens. Maar je ziet gewoon in die uitlaten zie je gewoon rood. Kijk hoe dat ik het op beeld heb, jongens. Dit is toch kicken? Ik laat nou één uitlaat zien, want dan zit ik recht voor. Dan kun je gewoon naar binnen kijken, is gewoon rood. Ik vind het zo gaaf. Jeetje. We gaan nog even een ritje rijden. We gaan nog even naar jou thuis. Daar yes. Staat de Beetle, mijn Uber. En die gaat mij weer thuis brengen. Oftewel, ik rij zelf. Yes. Nou, jongens, goed, man. Super leuk vandaag. Ja, Leslie, absoluut. Moeten we het eigenlijk vaker doen gewoon. En deze zomer... Deze zomer is voor mij en jou. Deze zomer gaan we het helemaal knallen. We gaan gewoon helemaal gek doen. Dus Total Shenanigans sowieso. Dus willen jullie de rap op de auto zien? Vergeet natuurlijk niet naar Hart voor Auto's te komen. 402online.com kun je je kaarten kopen. Waarschijnlijk ook nog wel ergens links en rechts met korting. En misschien dat er nog een winactie mij aankomt, maar dat kan ik niet beloven. Voor de GR8, voor onze Belgische vrienden, dan ga ik hem ook onthullen. Daar heb ik momenteel een giveaway met 10 toegangskaarten. Dus ook super tof natuurlijk. Maar as we speak staat de auto bij de rapper, bij Rap My Ride, om de auto te rappen. Dit wordt zo fucking dik. Je hebt het dus eigenlijk gezien, hè? Is super mooi. En wat ons betreft, automatisch gaat gewoon een winactie geven voor jouw auto. Ga je weer wat leuks weggeven? We gaan
vijf wallets weggeven voor jouw auto. Ik weet niet of jullie hem al gezien hebben bij mij, maar dit is de wallet. Die gaat weggegeven worden. Misschien even een beetje licht, even een beetje spelen. Het is heel moeilijk filmen als mensen zo rijden. Maar het gaat goed. Heerlijk man, heerlijk. Dus dit is de wallet, daar kun je lekker je pasjes in doen. Op de andere kant kun je natuurlijk de money clip. Daar kan gewoon papiergeld onder. Kleingeld gaat hier niet in, dat is ten alle tijde fooi. Dus dit is goud man. Yes. Leuk dat je dat doet jongen. Ja, geen probleem, welkom man. Alles wat jullie ervoor moeten doen staat onder deze video. En ik wil jullie alleen maar even zeggen, vergeet niet te abonneren. Duimpje omhoog natuurlijk, automatisch volgen. En dan komt het helemaal goed. Ik zie jullie in de volgende vlog. Die is minder tonenstellingen dan deze in Mexico. Hurrikaan. Tot de volgende keer. Nou, jullie ook tot de volgende keer. Goedjes. Thought I met you at the wrong time. Then you caught me on that one night. Girl, I wanna know how this thing get out of my control. Even dansen.